Meneer de Visser, Ronaldo stopt. Is het het einde van een tijdperk? Is het een fenomeen wat stopt? Ja, absoluut. En ik was pas nog in Brazilië. En alle kranten staan nog steeds dagelijks vol over het fenomeno. Ja, laten we eens rustig bij het begin beginnen. Uw eerste ontmoeting met Ronaldo, waar was dat? Hoe kwam u bij hem terecht? Heel toevallig. Ik was net gestopt door gezondheidsproblemen ook bij Willem II als trainer. Ik denk dat was 92. En toen ben ik een beetje rond gaan toeren in Frankrijk. En ik kwam daar in Saint-Brieuc. En dat was een toernooi met landenploegen. En er speelde jong Brazilië onder 17 mee. En de eerste wedstrijd, ik vergeet het nooit, dat was tegen België. Dat vond ik ook wel leuk natuurlijk. De Belgen kenden ik ook wel. En dan zie ik een nummer 9 lopen. Ik wist helemaal van nog geen naam. Hè. En die schiet een bal vanaf, ik denk zo'n 40 meter op de lat. En die bal die stuitte terug, zowat in de middencirkel. Ik denk, dat is eentje met schotvermogen. En dus ik ging verder kijken. Nou, ik vond een geweldige spits. Dan had ik het geluk dat ik die trainer kende van vroegere keren dat ik daar geweest was in Brazilië. En ik zeg, die 9, wie is dat? Hij zegt, dat is Ronaldo, slecht gespeeld vandaag, want hij had diarree, is 5 kilo afgevallen op het toernooi. Ik zeg, dan wil ik hem wel eens goed zien, want ik vond het geweldig. Ja, hij zegt, het is een geweldige spits. Dus toen ben ik het hele toernooi door, 5 wedstrijden, Brazilië blijven volgen, Ronaldo, en ook alle trainingen. En elke training werd hij sterker. En op het eind was hij weer het goudhaantje. Ja. Nou, het speelde hij zo fantastisch. Dus ik heb hem gelijk toen in mijn boekje. Ik had altijd zo'n boekje bij me. En dat was eigenlijk de ontdekking dat ik een fenomeen zag. Ja, het duurde nog even voordat hij daadwerkelijk naar Europa kwam. U hebt hem ook in Brazilië opgezocht daarna? Ik moet ook een misverstand uit de weg helpen. De mensen zeggen altijd, Piet heeft Ronaldo naar PSV gebracht. Maar dat is niet waar. Ik had hem wel als eerste gezien, maar ik was nog niet in dienst als scout bij PSV. Ronaldo kwam, ik denk, in 1994. En ik werd scout bij PSV in 1995. En toen kreeg ik veel te maken met Ronaldo. Hij wist dat ik in Saint-Brieuc hem gezien had, gepoest had steeds bij clubs in Europa. En ik heb vanaf die tijd altijd een geweldige band gehad met Ronaldo. Wat viel daar in Saint-Brieuc op aan hem, behalve dat hij veel scoorde? En hij had een passeeractie. Kijk, meer spelers hebben dat, maar die kunnen dikwijls nog teruggepakt worden. Als hij iemand passeerde, dan was je ook weg. Die schaar die hij had, op volle kracht, dan was je ook recht naar doel, was je helemaal vrij. En dat vond ik fenomenaal. Ja, was dat het eerste wat opviel? Die kracht, die snelheid? Ja, die kracht en die snelheid. En recht naar doel toe. En ook doelgericht. Hij kon scoren links, rechts. Ongelooflijk. Uit de dribbel, uit de voorzet. Ja, het is echt. Mensen zeggen wel eens, ja, hij heeft er niet alles uit kunnen halen. Nou, 3 keer is hij speler van de wereld geweest. Wereldvoetballer van het jaar, ja. En hij is met Brazilië 2 keer wereldkampioen geworden. Alleen, hij heeft een zware blessure opgelopen bij Inter Milan. Na zijn Barcelona-periode. Ik heb hem toen ook nog gezegd, Ronaldo, Holland is perfect voor jou als 17-jarige. Dat is goed PSV, heb je ook fantastisch gespeeld. Toen Barcelona was ook een fantastische ploeg, speelde er ook grandioos. Ik ben speciaal nog naar Barcelona 2 keer gaan kijken, speciaal, niet om te scouten, maar voor hem. Ja. En die speelde er ook zo fantastisch. Blijf in godsnaam bij Barcelona, heb ik toen nog gezegd. Nee, zijn makelaars wilden grote geld maken. Ja, hij heeft maar 1 jaar bij Barcelona gespeeld. Ja, en veel te vroeg weg bij Barcelona naar Inter Milan. En daar hebben ze hem echt behoorlijk aangepakt bij Inter. En daar heeft hij een zware blessure opgelopen dat hij 2 jaar, bijna 3 jaar niet kon spelen. Ja, dan ging het fout met de knieën. En dat is toch de teleurgang van Ronaldo. En dat is vanaf die tijd, ik heb respect dat hij vanaf die tijd met een zware knieblessure, het was niet de banden, dat ze te herstellen, maar het was zijn kraakbeen. En dan kun je ook die draai niet meer maken. En daarna heeft hij toch nog wereldkampioen gespeeld met Brazilië. Waar hij 7 keer scoorde in, ik denk, Korea. Korea en Japan was dat, 2002, ja. Dus dat respect heb ik steeds. En mensen zeiden dan, ja, het is te dik, te vet en het is een klootzak. En dat vond ik zo erg, want de dikte kwam eerst te plaats doordat hij een ziekte aan de schildklier had. De stofwisseling. Dat heeft mijn broer ook gehad, dan ben je zwaar.
Daar doe je niks aan. Tweede, had hij medicijnen nodig om zijn spieren te versterken. Om dat gewricht in toom te houden. Dus van twee kanten werd hij zwaarder. Maar toch probeerde hij steeds het optimaal eruit te halen. En vorig jaar was ik in Brazilië. En toen schopte hij toch Corinthians, zijn laatste club dan, toch nog kampioen van de Paulista. En won ook de beker. Dus scoorde hij in 9 wedstrijden 12 keer. Maar in 1 wedstrijd was ik erbij, dat vond ik wel leuk. Want dat was ook zo zwaar. En dan scoorde ze eerste goal. En dat was op een gammel veldje tegen een kleine ploeg. En dan springt het hek in. En wat denk je? Hekken af. Viel die om. Zo zwaar was die. Ja. En ik heb hem nu, de laatste maand, eind januari was ik in São Paulo. En heb ik waarschijnlijk, ik heb het nog laten zien, een rapportje hier van, dat was eind januari, Corinthians de Nureste. En ik zet er altijd Ronaldo erbij, met een ster. Maar toen heb ik er een minnetje onder gezet, het kon niet meer. Ik had tranen in mijn ogen toen ik hem die laatste wedstrijd voor. Hij kon echt niet meer lopen. En wat kon hij nog wel? Het was in de spits hangen op nummer 9. Ja, nou, dat jaar daarvoor was hij in die spits nog levensgevaarlijk. Als hij een bal, dan scoorde hij ook. Maar hij kon zelfs in de box, werd hij aangevallen en kon hij niet meer draaien of wenden. En dan viel hij gewoon om. Ja, dus de man waar u ontdekte hem als een dynamische, een krachtige, dynamisch, snel. Ik zag al die beelden nog, al die goals. En ik zag hem daar staan. En ik had tranen in mijn ogen. Ik denk, stop er nu alsjeblieft. En gelukkig. Is hij nou, heeft hij de knoop doorgehaakt en is hij gestopt. Ja, is hij te lang doorgegaan? Had hij eerder moeten stoppen? Nou nee, kijk, in Europa had dat niet gekund. Maar in Brazilië is heel typische mentaliteit. Je bent een fenomeno was hij. Dat blijft hij altijd. Als Ronaldo slecht speelde bij Corinthians, had altijd in de kranten en bij het publiek toch goede kritieken. Hij werd niet uitgefloten. Ze zagen ook wel dat hij wilde, maar niet meer kon. Maar hij bleef altijd toch op het voetstuk staan. En daarom kon hij blijven spelen nog 2 jaar. Dat had nergens anders gekund. Maar hij moet toch zelf ook minder plezier gehad hebben? Want ja, en toch maakte hij. Als je het niet meer kan, als het fysiek niet meer op kan brengen. Nee, dat is waar. Maar dan was hij aanvoerder van die ploeg. En hij had goed gevoel om jonge spelers te helpen. Betinho bijvoorbeeld, de jonge spits van Corinthians, ook een heel groot talent, die helpt hij dan. En dat vond ik weer wel mooi, dat hij als aanvoerder toch de ploeg leidde. Ja, even terug naar Eindhoven, halverwege jaren 90. U kwam bij PSV toen Ronaldo er al was. Ja. Wat voor een jongen was het? Hij was nog jong, onbevangen, moest de wereld nog ontdekken. Ik vond het een plezierige jongen. Ondanks dat hij toen al de WK meegemaakt had met Brazilië. Hij had niet gespeeld, maar toch was hij grote naam al. Hij was een sympathieke voetballer, vond ik. Ik kon altijd heel goed met hem overweg. Ja, hij was nog jong. Was hij ook nog niet wereldwijs? Moest hij alles nog ontdekken? Ja, maar hij was heel slim. Hij wist precies wat hij moest doen. Hij ging heus wel eens een keer stappen, dat wist ik. Maar hij wist altijd binnen de grenzen te houden. En voor zijn ploeggenoten in PSV spreekt maar iedereen aan die met hem gespeeld heeft. Hij was een fantastische speler, maar ook een fantastisch mens. Ja, draaide de ploeg om hem bij PSV? Nou, we hadden toen een sterke ploeg natuurlijk. Niels? Ja, Niels was erbij. Hij met Niels, noem ze maar op. Het was een fantastische ploeg in het jaar dat hij speelde. Maar streep Ronaldo weg uit dat team, wat bleef er dan over? Hoe belangrijk was Ronaldo voor dat team? Ja, heel belangrijk. En het typische was ook, wij wilden natuurlijk altijd sterk blijven. En ik had toen al gezegd, hij gaat weg. Had hij mij ook gezegd, ik ga verderop. En toen had ik Nistelrooy gezien bij Den Bosch. En die stond er af en toe zelfs reserve. Maar ik zag een nieuwe Ronaldo. En ik bracht dat voor aan de trainers. Ja, Foucault zegt, dat kan toch niet, Pieter? Nog niet. En toen ging hij naar Heerenveen. En Ronaldo ging weg. En toen is hij bij de Bos was hij onder het miljoen. En bij Heerenveen was het 14 miljoen. Ja, ja. Toen zei ik tegen de voorzitter en tegen de trainers, we hebben toch een klein foutje gemaakt. Ja. Maar de fout werd goed gemaakt, want Barcelona betaalde, dacht ik, 30 miljoen. 95 miljoen was het, ja. In guldens. Ja. Was hij niet meer te houden voor PSV? Nee. Hij had toen zelf het besluit ook genomen, ik ga weg.
Het kon er veel meer verdienen bij Barcelona. Hij zegt die ploeg ook. Maar ik vond het wel jammer. Ik had nog graag een jaar bij PSV gezien. Want wat dan? Ja, daar hadden we nog meer kunnen bereiken. Hoewel toen later Nistelrooy kwam met Niels, was ook een gouden koppel. Ja. En we hebben toen echt goede spitsen gehad. Na Ronaldo, Nistelrooy met Niels. Daarna Kessman, die er ook 100 zoveel scoorde bij PSV. Ja, welke kwaliteiten heeft Ronaldo verder ontwikkeld in Eindhoven? Waar kunnen we hem door herinneren, die specifiek die tijd in Eindhoven? Ja, ik herinner nog de eerste oefenwedstrijd. Ik weet nog wat ik herinner. De eerste oefenwedstrijd was in Duitsland. En de mensen wisten niet wat ze zagen, de PSV-mensen. Zo goed was die. Hij had passeeracties. Hij liet zo mensen 10 meter achter zich. En hij kon dan afmaken, maar hij kon ook een bal afgeven. Hij was dus individueel sterk, maar hij kon ook een combinatie maken. En liet ook een ander scoren. U zegt, hij was niet meer te houden voor PSV. U zegt ook, hij ging wel eens stappen, maar was het serieus? Is dat daarna veranderd? Want er gingen ook wilde verhalen over hem, nou, dat het misging. In de periode dat hij zo slecht in de knie zat en niet kon spelen, ja, dat was een zware periode voor hem. Het was echt een liefhebber van voetbal. Hij kon niet trainen, hij kon niks. Nou, toen is hij daar wel eens. En dus zoekt hij een uitweg? Dan zoekt hij een uitweg. En dat heb ik ook gezien in Brazilië. Dat hij dan toch wel eens even te lang wegbleef. Ja. Maar als het puntje bepaald kwam en hij moest spelen. En hij zei, ik ga spelen. Dan deed hij er alles aan. Had u nog sumier contact met hem afgelopen jaar? Ja, het was wel leuk. Ik was oktober in Brazilië. En speelde hij ook bij Corinthians. En ik had hem een tijd niet meer gesproken, wel gezien. En ik was aan het eten in een restaurant. En de chef van het restaurant, het was 12:00, ik ga naar huis. Die had Ronaldo voorbij zien komen. En die steekt zijn hand op. Ronaldo, Piet, jouw scout van PSV. Oh, mijn vriend, zegt hij. We gaan nog gelijk naar hem toe. Dus zij zijn mijn hotel gaan zoeken, maar toen was het onder andere 1:00 en ik lag in bed. En Curtin, de man van het hotel, die komt aan de telefoon nerveus en die komt de vraag. Die sprak, als ze rustig Portugees praten, dan versta ik dat. Maar die praten als een waterval over Ronaldo, papa, Ronaldo. En ik zei, ja, fuck you met je Ronaldo, ik ga slapen. Die verhalen over Ronaldo, die vertel ik morgen wel in je restaurant. Zo een beetje in het gebroken Portugees. En die Curtin, die is zo nerveus, die rent naar Ronaldo toe. Piet zegt, moet slapen, fuck you. Dus later heb ik natuurlijk dat rechtgezet bij Ronaldo, dat een vergissing was. Ik had niet in de gaten, die Curtin kon niet mij wijsmaken, dat Ronaldo daar op mij stond te wachten midden in de nacht. Heeft u het rechtgezet? Is het nog? Ja, natuurlijk hebben we dat rechtgezet en Ronaldo heeft er smakelijk om moeten lachen. Wat zegt hij dan, Ronaldo? Nee, is prima. Piet was mijn... Kijk, ik heb natuurlijk ook veel, toen ik bij PSV was, en dan was ik in Brazilië. En als hij een blessure had, dan had hij altijd zijn medische mensen in Brazilië. En ik heb een periode gehad dat hij 2 weken revalidatie had, was ik daar aan het scouten en dan ging ik natuurlijk altijd naar hem toe. Daarom een van die foto's, kun je misschien straks laten zien, dat ik met hem met een grote zwemvlies in het water moest hij met zijn in het water. En dan was ik bij hem en dan steunde ik hem ook. Zeg ik, Ronaldo, je komt weer klaar en weer die goaltjes maken voor PSV. En dat vond hij altijd leuk, plezierig. Ja, was hij al een wereldster in Eindhoven? Zag de rest van de selectie hem ook zo? Jawel. Had hij een status apart? Ja, daar ging hij prima mee om. Hoe moeten we hem herinneren? Want de laatste jaren is het ook veel trubbel geweest met Ronaldo. Het is een verhaal met 2 kanten. Ja, dat klopt. Maar toch, ik blijf altijd het verhaal van voetbal herinneren. 3 keer wereldspeler. Geweldige doelpunten bij PSV, bij Barcelona. Later met Braziliaans elftal. Daar blijft bij mij als een paal hoog boven het water staan. Ja, in de geschiedenis. Het is natuurlijk wel... Er zijn niet veel spelers die individueel een land naar de titel brengen. Hij deed dat wel in 2002 met zijn treffers in de finale ook. Ja, absoluut. En had het eerder ook al een keer als reserve meegemaakt. En bij alle clubs titels gepakt. Zelfs nu nog met zijn mankpoot, zijn knie.
en zijn overgewicht heeft die Corinthians enorme status verleend. Die hebben voor het eerst weer een beker gewonnen en kampioen van de politie geworden. Dat is heel belangrijk voor Corinthians. Dus dat heeft hij toch nog bewerkstelligd. Ja. Hij kon niet meer brengen wat ze verwachten, maar hij deed het toch. Maar met alles wat hij wel gebracht heeft, staat hij bij de allergrootste voor u? Een fenomeen, ja, absoluut. Ik heb ook enorme waardering. Ik heb ook veel contact gehad in Brazilië met Romario natuurlijk. Was ook een fenomeen bij zowel bij PSV en Barcelona en Braziliaanse elftal. Maar ik schat toch, mijn persoonlijke mening, dat Ronaldo een van de grootste spitsen van de wereld geweest is.